Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jotrex, de enige echte natuurlijk. Dit is de vlog. Ja, ik heb geen intro en outro opgenomen, dus bij deze doe ik dat nu eventjes. De intro en outro. Een video die ik gemaakt heb toen ik op vakantie was in Marveld. Nou, jullie hebben het gehoord, allemaal gezeik allemaal. Ik kreeg de bestanden niet over, maar ik heb de bestanden eindelijk eindelijk over kunnen zitten op de computer. Ja, jullie zien het. Voetbal opstaan. EK 2024. Nou, laten we het maar niet over Oranje hebben. Maak nog wel een vlogje over. Het was heel slecht natuurlijk. De vlog. Ja, we zijn toen met het treintje mee geweest naar Zielsbrokkeven. Een heel mooi gebied. Met flamingo, een flamingo plek waar flamingo's zijn. Nou, jullie zullen het zien in de vlog. Maar in ieder geval, Zielsbrokkeven, de natuur was fantastisch. En ik heb ook de rit na Zielsbrokkeven heb ik opgenomen. Maar ja, wat daarna allemaal kwam, vond ik nou niet echt interessant. Een of andere speeltuin voor kinderen, dat was nou niet echt. En de rest was een rondritje nog door Groenlo heen. Ja, dat heb ik ook al een paar keer gefilmd. Niet echt interessant. Maar ik vond het wel even interessant. En even leuk om te laten zien dat ik de trip gemaakt heb naar Zielsbrokkeven. Er is ook geen outro opgenomen, dus dadelijk zie jullie me weer bij de outro. Maar in ieder geval hier de vlog naar Zielsbrokkeven vanuit Marveld. Veel plezier. Allemaal veel plezier. Hoofd vertrekken maar. Dames en heren. Jongens en meisjes, van harte welkom in onze Vestingstad Express. En dat werkt ook nog. We krijgen vandaag een rondrit door het prachtige Groenlo. We vertrekken nu vanaf Marveld Recreatie, dat je wellicht al een beetje kent. Het is een internationaal bekend recreatiepark, dat hoort bij de top van Europa. Als je hier verblijft, zal je het met ons eens zijn dat dit een uniek park is. Wordt weggemaakt. Groenlo is een vestingstad en nam vroeger in Oost-Nederland een hele belangrijke positie in. Inwoners van Groenlo worden Florenaren en zijn zonder uitzondering trots op die status van Florenaren. De vestingstad Groenlo telt ruim 9000 inwoners, maar je krijgt al snel het idee dat het er veel meer zijn. Dat is de kunst van Florenaren. Liggen de voetbalvelden van de SV Groningen. Een hele grote voetbalvereniging. Helaas, we spelen nog in de eerste klas, maar helaas degradatie voetbal. Vanmiddag is de eerste wedstrijd en als die gewonnen wordt, moeten we er nog twee voor een klassebehoud. Ik ben er bang voor, maar je weet me nooit. Het is het spelletje voetbal. En aankomend weekend is hier het internationale Marveld-toernooi. Ja, Grol. Zo heette Groenlo vroeger. En ook nu wordt de stad regelmatig zo genoemd. Grol is klein en heel compact gebouwd. En de oorspronkelijke kerk bevindt zich binnen de gracht. En dan aan de linkerkant zitten de pitch- en voetbaan van de recreatie Marveld. Je kunt het afgeuren 18 holes. De tennisbanen liggen er en de pedalbanen liggen er ook bij. Je kunt allemaal reserveren bij de receptie.
Hier aan de linkerzijde zit die pitcher putbaan van de Marveld Recreatie. Wordt achter tennisplatsen en die padelplatsen zien daar. Dus je kunt alles reserveren bij de receptie. En nog even dat Marveld er mooi aankomt weekend. Marveld is daar de hoofdsponsor van en alle huisjes worden bezet door de buitenlandse voetballetjes tot 15 jaar. Die mogen meedoen en het is internationaal. Liverpool, Barcelona, Duitse ploegen, Nederlandse ploegen, de top van Nederland, Ajax, PSV, Feyenoord. Die komen allemaal hier naar het weekend Grundo om te voetballen. En zo is een ploeg uit China, kan ik nog even aanhouden. En ze verblijven allemaal op de camping naar het veld. De huisjes zijn allemaal gesponsord. Ik vrees dat leuk te mooi. Van leuke voetballetjes. Nou, hier zijn dus de Ultras. Ze kijken dat ze afgelopen als wij de langs rijden. Ze zijn het gewend. Ja. Die dame, de koken gaan niet meer. Ja, die sinds gewoon dat ze hier doen. Die ziet het eruit. Bij ons alle huizen van de campingplaats ziet vernietigd en gesponsord wie is nu dat voor de voorspelling de jongens is 15 jaar dat mag maar dat niet maken Barcelona, Liverpool in Duitse Unie teams komen hoog Borussia Dortmund komt Claudie Mönchengladbach komt Claudie en dan buiten nog een als in China komt nog een team drie dagen lang met de winkelkaart van Voorspijt. Nou, we rijden nu naar Zwolle, richting de Duitse grens, naar de Leuvenkolonie en naar de Flamingo's. Een paar keer al. En
daarna stoppen ze ook. En dan kan je een ijsje kan je daar halen. Zo. Dat is echt, echt met... Nee, daar gaan we nou niet heen. Nee. Maar dat is wel een heel leuke stad. Heb je deze rit gekozen? Nou, ja, ik weet niet of het dezelfde rit is. Maar we zijn al een keer ook naar Duitsland geweest, maar dat is echt 2009 of zo was dat. Dus dat is heel lang geleden al. Toen stopten we ook bij een kroegje en kon je dan wat drinken en zo, een biertje halen. Ja. Ja, ja. Nee, Rotterdam. Rotterdam. Breda. We zijn niet ver van Rotterdam af. Dat doe ik een uurtje over ongeveer, dan ben ik in Breda. Ja. Ja, ik ben geboren in Rotterdam, ik woon nu in Spijkenisse, woon ik. Spijkenisse, dat is meer bij de botplek. Spijkenis uitgaat, dan heb je hetzelfde als dit, dan heb je ook allemaal van die boerenlandwerkers en zo, allemaal boeren en zo, richting Oude Horen en Hellevoetsluis. Dan kom je ook allemaal langs boerderijen en zo, dat is wel heel mooi hoor. De omgeving is wel mooi. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, we komen hier over vanaf mooi van 2009 de eerste keer. Dus we hebben wel eens een jaartje overgeslagen. Hè? We hebben wel eens een jaartje overgeslagen.
Oostenrijk. Over Oostenrijk.
ons om even naar de uitkijk te laten lopen, dan lopen we graag weer mee. We zijn gleich aan het punt aangekomen waar we kunnen stoppen, om aandacht in Aussichtsturm te gaan. Wenn Sie Lust haben, und das auch nur gerne mit Ihnen mit. Nur mal um zu gucken, ob die Flamingos noch da sind. Heute Morgen war sie noch da. Het is wel een kleine 250 meter lopen. Ik weet niet of iedereen dat kan en wil. Het is schon een stukje lopen. Ik weet niet of jeder dat wil of kan. Ja, ik ook wel, hè. Maar we zien maar gleich. Ik loop wel even. Ja, het is wel mooi hier hoor, kijk eens zee. Kijk eens een mooi ding hé. Ja, niet blijven staan, want die moeten lopen ja. Langzaam. Kijk, helemaal paars, allemaal paarse bloemen allemaal. Nou? Ridderspoor. Ridderspoor. En dat is giftig hè, als katten het opeten gaan dood. Oké. Okay. Ja, prachtig. Ja, het is echt mooi hoor, hé. Prachtig zeg. Ja, zeg mooi. Ja, maar ze zijn wel ontzettend mooi. Je moet ook niet al zitten. Ja. Oh ja. Prachtig. Mooi hoor. Ik denk dat we daarheen moeten. Ja, ze vliegen niet, die flamingo's. Ze zijn andere beesten. Ze zitten in het water. Ja, ze staan in het water. Ja. Ja. Om dat te zeggen, maar goed. Ja, dat doet er eigenlijk niet. Nu wel zelden, nou, lekker achter je bed. Beetje flamingo's. Nou, we zijn nog wel een beetje flamingo's, moet ik wel zeggen. André. Oh, dat staat weer niet op te nemen. Toch wel. Ja, is goed.
Nou, dat was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie, het was niet echt een hele lange video, maar ondanks alles dat jullie toch genoten hebben. Ik wou het toch nog even laten zien. Ik vond het zonde van wat ik opgenomen had, om dat niet te laten zien in een vlogje. Dus bij deze Silsbrokken-fan, in ieder geval, wou ik het toch eventjes laten zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi!